Welkom allemaal bij onze presentatie over ons werkplaatsproject Gelijke Onderwijskansen in het Basisonderwijs. Mijn naam is Lisa Gijkhorst. Ik ben werkzaam als universitair docent bij de Universiteit van Amsterdam. En ik geef daar les binnen de opleiding Onderwijswetenschappen en ook bij de Universitaire PABO van Amsterdam. En ik ben tevens overkoepelend onderzoekscoördinator van dit werkplaatsproject waar we vandaag over willen vertellen. Ik ga jullie daarin meenemen, maar dat hoef ik gelukkig niet alleen te doen. Dat doe ik samen met mijn werkplaatscollega's Marianne Boga. Zij is werkzaam als onderzoekster bij het Koonstam Instituut. En zij is ook als onderzoekster verbonden aan onze werkplaats. En is daar themateamleider. En daar gaat ze straks nog veel meer over vertellen wat dat dan precies inhoudt. En ik doe het samen met Inti Soeterik. En zij werkt ook op de Universiteit van Amsterdam binnen de Universitaire PABO. En ze geeft les bij onderwijswetenschappen. En zij is ook themateamleider binnen dit werkplaatsproject. Nou, hoe ziet onze presentatie van vandaag eruit? Ik zal starten met een algemene toelichting geven bij de opzet van het werkplaatsproject. Dus hoe ziet dat er nou uit? Wie zit er daar nou in? En hoe zijn we daar met elkaar aan het werk? En vervolgens zullen Inti en Marianne ingaan op de samenwerking rondom twee subthema's binnen het bredere thema kansengelijkheid. Namelijk, hoe kunnen we de kennisbronnen van kinderen versterken in de klas? En dat zal Marianne Boogaard vertellen. En Inti zal ingaan op hoe je als leerkracht hoge verwachtingen van je leerlingen kunt realiseren. En hoe we daar dus aan proberen te werken binnen deze werkplaats. En dan sluiten we af met ruimte voor vragen en discussie. Nou, wat is dat nou, dat werkplaatsproject? Hoe ziet dat er nou uit? Nou, om te beginnen wil ik zeggen dat het werkplaatsproject één van de projecten is binnen de bredere werkplaatsonderwijsonderzoek Amsterdam. Die werkplaats bestaat al enkele jaren en het is een samenwerkingsverband van verschillende kennisinstituten. De Universiteit van Amsterdam, het Koonstam Instituut en de Hogeschool van Amsterdam. En zij werken samen met verschillende basisscholen van verschillende schoolbesturen. We zijn gestart met schoolbesturen uit alleen Amsterdam, STAI, ASCO en Sonova. Maar inmiddels zijn we uitgebreid en hebben we ook een schoolbestuur uit Almere erbij, ASG. En een schoolbestuur uit Zaandam, Zaan Primair. En daaronder, binnen dit specifieke werkplaatsproject Gelijke Onderwijskansen, doen 10 basisscholen mee. Dus van 10 basisscholen uit 3 verschillende schoolbesturen. Nou, en de focus binnen die werkplaats is dat we gezamenlijk, dus zowel onderzoekers als scholen, gezamenlijk praktijkgericht onderzoek willen doen naar vraagstukken die we allebei interessant vinden. Dus we hebben binnen de WOA verschillende projecten. We hebben onder andere projecten gedaan naar hoe kunnen we nou in het onderwijs goed inspelen op de diversiteit in onze school en klas en hoe kunnen we die goed benutten. Nou, en vandaag presenteren we een project waarin het werken aan gelijke kansen in het basisonderwijs centraal staat. Nou, voor deze werkplaats hebben wij een subsidie gekregen vanuit het NRO. Er was 2 jaar geleden een call en daar kon je dus een aanvraag indienen voor een werkplaats waarmee we als doel hadden om meer kansengelijkheid in het onderwijs te creëren. Nou, wij hadden het samenwerkingsverband al, hè, de WOA, afgekort werkplaats onderwijsonderzoek Amsterdam. Daarin werkten we als onderzoekers en scholen al veel met elkaar samen. En we hadden allebei behoefte om met elkaar verder samen te werken rondom dit bredere thema kansengelijkheid. Nou, we hebben toen met elkaar nagedacht over waar willen we dan specifiek op focussen. En we hebben een inventarisatie gedaan binnen ons netwerk eigenlijk naar welke subthema's binnen dat bredere thema kansengelijkheid we graag praktijkgericht onderzoek wilden gaan doen. En toen kwam al vrij snel naar boven dat dat 3 verschillende subthema's waren. Namelijk taal, hoe kunnen we de taalontwikkeling van kinderen stimuleren. Leerkrachtverwachtingen, hoe kunnen we in de klas hoge verwachtingen van onze leerlingen realiseren. En het ging over de kennisbronnen van kinderen. Hoe kunnen we kennis die kinderen buiten school opdoen, hoe kunnen we die nou goed zichtbaar maken in de klas en ook beter benutten in ons onderwijs. Nou, dus we hebben ervoor gekozen om een aanvraag te schrijven met als idee dat we in 3 verschillende themateams aan de slag zouden gaan. Dus op elk van deze 3 thema's een apart team van onderzoekers en scholen. En dat we daar binnen dat team
interventies zouden gaan ontwikkelen die bijdragen aan het verminderen van kansengelijkheid. En dan specifiek gericht op dat thema binnen dat thema. Nou, hoe ziet dat project er dan precies uit? Eigenlijk bestaat het uit een aantal fases. We zijn begonnen met kennisverdieping. Dus binnen de verschillende themateams zijn we ons als onderzoekers en ook als onderwijsprofessionals vanuit de scholen gaan verdiepen in literatuur en de nieuwswetenschappelijke inzichten rondom die specifieke subthema's. Dus we hebben heel veel met elkaar gelezen. We hebben 2 weken geleden hebben we nog een bijeenkomst gehad waarin we experts op die thema's hadden uitgenodigd. Die hebben presentaties gegeven en die hebben met ons meegedacht over hoe we concrete aanpakken kunnen ontwikkelen en vormgeven in de school rondom die subthema's. Nou, op basis van die kennisverdieping die we met elkaar hebben gedaan, zijn we aanpakken, oftewel interventies gaan ontwikkelen die vormgegeven kunnen worden binnen de scholen. Dus we hebben ook heel goed gekeken wat is nou precies de context, de situatie in die verschillende school en wat past daarbij. Nou, het idee is dat vervolgens die verschillende interventies uitgeprobeerd worden in verschillende scholen, dat we daar opbrengsten van gaan meten en dat we uiteindelijk die opbrengsten ook gaan delen, dat we aan kennisverspreiding doen. Dus dit is dan globaal de opzet. Nou, je ziet hier ook 2 plaatjes, want hoe ziet het er nou concreet uit? Een deel van het project vindt zich plaats op de Universiteit van Amsterdam. En daar zie je ook een fotootje van. We komen daar 6 keer per jaar als onderzoekers en de leraren uit de scholen komen er naartoe. Komen we bijeen in die aparte themateams. En dan zijn we dus onder andere kennis aan het verdiepen, aan het nadenken over hoe we een aanpak kunnen maken. En het is ook wel goed om daarbij te zeggen dat bij die aanpakken het gaat om bestaande aanpakken, in de zin van dat aanpakken al bekend zijn vanuit de literatuur, of dat ze al op de scholen daarmee aan de slag waren, maar dat we ze verder hebben versterkt op basis van de theorie. Nou, vervolgens, wat we daar hebben, denken daar ook na over hoe kunnen we dan opbrengsten goed meten. Hoe kunnen we dit goed gaan vormgeven op de scholen. En vervolgens gaan dan de mensen uit de scholen die naar de bijeenkomsten zijn gekomen op de universiteit, die nemen die informatie en expertise mee terug naar de scholen. En dat verspreiden ze binnen zogenoemde leerteams. En dat zijn kleine groepjes van leerkrachten, soms ook de directeur of een IB'er vanuit de school. En zij kijken met elkaar samen hoe ze datgene wat er is besproken op de universiteit met de onderzoekers, hoe dat vorm kan krijgen binnen de concrete context van de school. Nou, we hebben dus binnen die 3 verschillende themateams hebben we concrete aanpakken met elkaar ontwikkeld die vormgegeven kunnen worden in de klas. Vandaag zullen we nader ingaan op 2 aanpakken, namelijk die bij het themateam kennisbronnen en leerkrachtverwachtingen. Dat gaan Inge en Marianne doen. Het themateam taal is er ook en daar zal ik dan heel kort nu iets over zeggen. Want zij hebben een aanpak ontwikkeld waarin meertaligheid een plek krijgt. Leerlingen die gaan daar met de woorden uit de methode veilig leren lezen, waar de scholen al mee aan de slag zijn, gaan zij oefenen in hun voorkeurstaal. En dat doen ze ook samen met hun ouders. Dus dat is kort gezegd de aanpak bij het taalteam. En de andere gaan we zo nader op in. Nou, hoe ziet dan de opzet van het onderzoek eruit? Hier is het schematisch weergegeven. En wat daarbij belangrijk is, is dat we verschillende fases hebben bedacht voor het onderzoek. En in de eerste fase gaan we dan de aanpakken uitproberen in een deel van de scholen. Dus nog niet in alle scholen. Elk themateam heeft een aantal scholen en bij dus een deel van die scholen eruit gaan we ze als eerst zeg maar uitproberen die aanpakken. Dus we noemen die scholen waarin we dat doen ook de voorloopscholen. Dan is het idee dat na de interventieperiode een evaluatie volgt, waarin we kijken van, goh, hoe werkt dit nou? Wat levert het op? En waar kunnen we eventueel nog bijstellen? Nou, op basis van die evaluatie stellen we dan die aanpakken weer verder bij, passen ze aan ook naar de andere context waarin ze uitgevoerd gaan worden. En dan gaan we in de tweede fase van het onderzoek, proberen we ze uit in het andere deel van de scholen uit het themateam. En dat noemen we dan de volscholen. En in de laatste fase van het onderzoek vindt dan de overall analyse en rapportage plaats. Nou, dan tot slot, hoe meten we dan? Nou, we meten in het project verschillende variabelen, want als het gaat om kansengelijkheid,
willen we graag kijken naar cognitieve variabelen. Als je bijvoorbeeld bij het taalteam kijkt, willen we weten wat betekent dit nou voor de woordenschatontwikkeling van kinderen. Dus dan nemen we bijvoorbeeld een kennistoetsje af, een woordenschatstoets. Maar we willen ook kijken naar sociale variabelen als welbevinden van kinderen, het vertrouwen van kinderen in hun eigen kunnen. Dus we hebben ook heel veel verschillende methoden om die verschillende opbrengsten te meten. Dus we doen bijvoorbeeld ook interviews met leerkrachten en met leerlingen. Leerkrachten houden logboeken bij van hoe ze de aanpak precies vormgeven. Op sommige scholen worden ook observaties uitgevoerd. Dus het is een mix met het aanpak. Ja. Dan mag ik. En dan zal ik kort eventjes het thema team kennisbronnen voorstellen. Daarin zijn drie scholen. En vanuit die drie scholen, dus de Batavia School, de Admiraal de Ruiter School en de Huiberschool, alle drie Amsterdamse scholen, is steeds één leerkracht vertegenwoordigd in het themateam waarmee we dan op de werkplaats bij elkaar komen. En zij sturen binnen hun eigen school steeds een team aan van twee of drie, of met twee of drie collega-leerkrachten. En de rol van hun ontwikkelteam is inderdaad het ontwikkelen van, of het verder ontwikkelen van een interventie. Verder maak ik deel uit van dat themateam als onderzoeker, om het onderzoeksgedeelte te begeleiden en natuurlijk om de bijeenkomsten te organiseren, maar ook om mee te denken over de interventies die de scholen bedenken. En die interventies binnen het thema team kennisbronnen gaan over dingen die in het onderwijs kunnen bijdragen aan verminderen van kansenongelijkheid door beter aan te sluiten bij de funds of knowledge of funds of identity van de leerlingen. Dan moet ik even de goede dia erbij hebben. Ja. Funds of identity, funds of knowledge, waar gaat dat nou eigenlijk over? Ik zeg altijd, in de kern is het niet zoveel anders dan waar het om gaat bij dingen als aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen, aandacht voor talentontwikkeling, voor gepersonaliseerd leren of voor adaptief leren. Want eigenlijk geldt bij al die bekende principes dat je in je onderwijs zo goed mogelijk wilt aansluiten bij wat kinderen al weten en kunnen en wat hun interesseert. En idealiter gaat dat dan niet alleen om de dingen die ze op school geleerd hebben, maar ook om alles wat ze daarbuiten hebben opgedaan. We weten namelijk dat het voor leren en leerprestaties, dat daar een aantal dingen goed voor zijn, gunstig op werken. Dat is als de school een veilige omgeving is, waar je je als persoon ook gezien voelt en gewaardeerd en erkend. Zoals literatuur van onder andere Luc Stevens laat zien. We weten dat een positief zelfbeeld belangrijk is, omdat dat ook zorgt voor zelfvertrouwen bij leren en voor betrokkenheid, voor motivatie, de wil om je ergens voor in te zetten. Met als bekende auteurs Daisy en Ryan. We weten dat het belangrijk is als leerstof aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling. Dat weten we van Vygotsky, dus al heel lang. Het gaat om, het moet niet te saai zijn en niet te makkelijk, maar ook niet, de stappen moeten ook niet al te groot zijn. En we weten dat het belangrijk is als leerkrachten hoge verwachtingen hebben, maar daarover gaat Inti straks iets vertellen. Maar dat aansluiten bij of een brug bouwen tussen de wereld van de school en de rest van de wereld van de leerlingen, dat is meestal niet zo heel moeilijk als je als leerkracht die wereld van die kinderen van binnenuit heel goed kent. Omdat jouw culturele of sociale achtergrond overeenkomt met die van je leerlingen. Het is lastiger als je een groep leerlingen hebt die opgroeien in andere milieus. In gezinnen met andere waarden en normen, met andere talen, andere bronnen van kennis dan jouw eigen achtergrond. Dan is de kennis die kinderen meebrengen vaak wat moeilijker herkenbaar. En in methodes en leerstof geldt eigenlijk datzelfde. Ook daar is de maatschappelijk dominante groep meestal gekozen als uitgangspunt. Dus de kennis die gepresenteerd wordt sluit ook het beste aan bij die groep. Maar dat is allemaal niet zo onlogisch, maar het is wel een nadeel voor sommige leerlingen.
En dus is het een belangrijk aandachtspunt als je het wil hebben over gelijke kansen in het onderwijs. Want juist voor gezinnen, kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond of uit gezinnen met een lager opgeleide ouders, lagere sociaal-economische milieus, voor die kinderen kan de discontinuïteit tussen de wereld van school en de wereld thuis ertoe leiden dat hun betrokkenheid bij school en dat ze die verliezen en dat ze daardoor niet optimaal presteren. Ze herkennen zichzelf niet zo goed terug. En wat zij wel weten en zo wordt niet herkend als, of erkend als belangrijk. En het eenvoudigst zie je dat eigenlijk terug bij de talen die thuis gesproken worden. Veel van die talenkennis van kinderen, zoals het gaat over Turks, Arabisch, Pools, die krijgt eigenlijk niet of nauwelijks een rol in de school. Kinderen dus uit gezinnen met een migratieachtergrond of kinderen met ouders die zelf weinig opleiding hebben, die worden eigenlijk gelegd naast een meetlat die niet helemaal goed bij hen past. En dan is het heel makkelijk om te constateren dat zij kennis en vaardigheden missen. En in onderwijstermen heet dat dan, de kinderen hebben een achterstand. Er is sprake van een deficit of tekortkomingen. Nou is het zo dat onderzoeker Louis Moll en zijn team in de Verenigde Staten, en dat team ging het eigenlijk om eenzelfde soort team als waar wij in de werkplaats mee werken, namelijk onderzoekers samen met leerkrachten. Dat team benadrukt juist dat je zou moeten uitgaan van wat kinderen al wel kunnen en weten. En zij laten zien dat de discontinuïteit tussen thuis en school, dat je die best kan verminderen door meer gebruik te maken van verborgen kennisbronnen van leerlingen. En voor hoe zij hun onderzoek nou precies hebben aangepakt, verwijs ik liever naar de website van de werkplaats. We geven straks een link. En op die website kun je ook kennisclips vinden. En een van die kennisclips is van Monique Volman. Zij is hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. En zij heeft in 10 minuten een soort college gegeven over Funds of Knowledge. En zij vertelt daar ook iets over het onderzoek van Louis Moll en zijn collega's. Maar voor nu gaat het erom dat daar waarin heel veel theorieën over discontinuïteit tussen school en thuis, de nadruk ligt op tekorten van leerlingen, dat daar de theorie van Funds of Knowledge juist benadrukt dat leerlingen ook buiten school heel veel kennis en vaardigheden opdoen die waardevol zijn voor hun leren op school. Nou, bronnen voor dat soort kennis zijn dan belangrijke personen uit je omgeving, familie, maar ook gebruiken, ervaringen, voorwerpen. En ook sociale netwerken zoals de buurt, een religieuze gemeenschap, een sportclub misschien. Of misschien zelfs straatcultuur, populaire cultuur en social media. Vanuit al die bronnen halen kinderen kennis over van alles. Over muziek, beroepen, over omgaan met geld, over techniek, handvaardigheid, talen, woorden, verhalen. En voor leerkrachten kan het zinvol zijn om eens serieus bij stil te staan dat er zulke bronnen zijn. En dat er manieren zijn om juist die kennis en vaardigheden bij leerlingen ook te ontdekken. En dat kan soms spontaan gebeuren en dat zal iedereen ook al lang vaak doen en meegemaakt hebben. En je kan het ook een beetje gestuurd proberen te doen. En Louis Moll en collega's, die gingen juist bijvoorbeeld op huisbezoek bij de Mexicaanse families waaruit hun leerlingen naar school kwamen. Om daar uitgebreid in gesprek te gaan met de ouders en meer te weten te komen over hun manier van opvoeden, over hun werk, hun achtergronden, hun opvattingen over opvoeden, hun geloof, hun eigen opleiding. Dat is in de Amsterdamse context in elk geval wat lastiger, omdat daar zoveel verschillende achtergronden te vinden zijn. Maar daar komen we straks op terug. Het derde punt is, je kunt die ideeën, die kennis ontdekken, maar dan is het natuurlijk ook nog belangrijk om erbij stil te staan hoe je dan daar in je onderwijs ook gebruik van kunt maken. Nou, ik heb één kort voorbeeld. Er zijn bijvoorbeeld in klassen kinderen die Nederlands spreken, maar ook Arabisch. Sommige van die kinderen beheersen ook Arabisch schrift.
En dan kan het een hele mooie dat kan een hele mooie kapstok zijn voor een les over taalbeschouwing. En over de vraag wat voor keuzes er nou eigenlijk allemaal gemaakt worden als je een taal, als je mondelingentaal wil omzetten in schriftelijke taal. En belangrijk daarvan is dat kinderen die eigenlijk gewend zijn om degene te zijn die iets minder goed weet, of die dus een achterstand heeft, op die manier, op dat moment, dat je die in de rol van expert kunt zetten. En dat draagt bij aan hun zelfbeeld en vertrouwen in eigen leren en kunnen. Op de website van de werkplaats kun je ook een praktijkfilmpje vinden over leerkrachten die gebruik hebben gemaakt van kennisbronnen in hun onderwijs. En binnenkort verschijnt er ook een mooi boek, een praktijkboek uit een eerder project dat al gedaan is. Dat is van Judith het Gilde en Monique Volman. Maar dan wil ik daardoor naar... in ons themateam willen we eigenlijk ons bezighouden met een nog wat specifiekere vorm van kennisbronnen, namelijk de Funds of Identity. Dat zijn kennisbronnen waarmee je ook, zeg maar, persoonlijker identificeert. Dus dat gaat over vragen over wie zijn voor jou belangrijke rolmodellen, wat zijn belangrijke waarden, opvattingen, wat zijn bepalende momenten uit je leven. En dat is informatie waarin ook de onderzoekers in een project van Esteban Guitar, ook samen met Louis Mol trouwens, die gebruiken daarvoor vaak veel meer beeldende, visuele manieren om informatie te verzamelen. Dat gaat om tekeningen, om foto's, maar ook om spullen, om dingen mee die je kan meenemen. Ze vragen bijvoorbeeld leerlingen om dan een zelfportret te tekenen op basis van een opdracht zoals: maak eens een tekening die laat zien wie jij bent op dit moment. En als je wilt kun je daar dan ook de dingen aan toevoegen die voor jou en de personen aan toevoegen die voor jou op dit moment het belangrijkste zijn in je leven. En deze tekening die komt uit dat onderzoek. We hebben zelf nog jammer genoeg zulke tekeningen niet. Hij is van een Mexicaans meisje van een jaar of 19. En aan de hand van die tekening houdt de leerkracht dan een interview met haar. En daarin vertelt ze dingen als: nou, ik heb mijn community getekend met de kerk. Ik hou van die kerk. En wat nog meer, ja, dit is mijn traditionele kleding. I love it. Mijn moeder en mijn zusje. En mijn moeder is het allerbelangrijkste voor me. Verder nog heb ik getekend de natuur. Want dat is wat ik nu studeer. Ik studeer ecotourisme. En dat zou natuurlijk niet mogelijk zijn zonder natuur. En we kunnen ook niet zonder bomen en bloemen. Die zijn ons leven. Kortom, die tekening en het interview samen, die leveren heel veel informatie op over de bronnen van de identiteit van dat meisje. Over haar sociale identiteit, dus de gemeenschap waar ze woont en haar familie, belangrijke personen. Over haar culturele bronnen, zoals haar kerk en traditionele kleding. Over geografische achtergrond, in dit geval veel natuur. En dat op die manier werken aan funds of identity, of je identiteit, is ook waardevol voor leerlingen zelf. Omdat als ze meer inzicht hebben in wie zij zelf zijn en wie ze zelf willen zijn, dan kun je van daaruit ook beter kijken naar een ander en je bewuster proberen te verplaatsen in andere perspectieven, andere opvattingen. Wie ben jij, wie ben ik? En dat maakt dat je ook beter kan leren omgaan met verschillen. Als je dit soort opdrachten doet met een hele groep, dan leren leerlingen uit diverse achtergronden natuurlijk elkaar ook beter kennen. En draagt dat bij aan sociale cohesie. Het draagt bij aan dat je als leerkracht je leerlingen beter kent. En uiteindelijk natuurlijk ook aan het contact tussen ouders en leerlingen. Dan heel even naar ons themateam. Ik wil van twee scholen de interventie beschrijven, anders wordt het veel te lang. En die gaat over het vinden van die funds of identity. De voorloperschool, dus de school die gestart is met het bedenken van de interventie, is de Batavia School. Dat is een school in Amsterdam-Oost, speciaal voor nieuwkomersleerlingen. Ze zijn alleen leerlingen die allemaal nog vrij kort in Nederland zijn en weinig Nederlands spreken. Zij werken met de methode Prisma. Daar zitten allerlei thema's in.
Zoals werk en vrije tijd, gevoelens, feest, familie, wonen. Waar ze dan woorden omheen leren. Maar de leerkrachten hebben nu bedacht, we gaan per thema, een thema duurt een week, we gaan per thema ook één specifieke vraag stellen of een opdracht bedenken, waardoor we meer zicht krijgen op die bronnen van kennis, bronnen van identiteit van onze leerlingen. Dus de uitleg is dan aan het begin van de week, we gaan elkaar beter leren kennen. We weten misschien al wel dingen over elkaar, maar er zijn ook heel veel dingen die we nog niet weten. Dus elke week stellen we een vraag. En die, daar is nooit een goed of fout antwoord op, want dit gaat altijd over jouzelf. En de ene keer mag je iets meenemen, de andere keer kan je iets tekenen of vertellen. En aan het eind van de week, daar krijg je dan ook tijd voor in de week. En aan het eind van de week bespreken we dat met z'n allen. En voor die werkjes, dingen, die spullen die kinderen meenemen of de verhalen die ze schrijven, de tekeningen die ze maken, is een speciaal hoekje in de klas of een tafel waarop dat neergelegd wordt, zodat er ook al gedurende de week over gepraat kan worden. Maar aan het eind van de week is er een afsluiting met elkaar, waarin alle antwoorden gezamenlijk besproken worden. Dat is de interventie die vorig jaar is bedacht en jammer genoeg maar voor een deel kon worden uitgevoerd. Wat er dit jaar gebeurt is dat dat verder verbreed wordt naar het team, dat er ook nog meer opdrachten gaan bedenken. Ze hebben nu bijvoorbeeld een woordspin samengemaakt en gevraagd naar wat is jouw hobby? Heb je een hobby? Wat doe je in je vrije tijd? En dan mochten kinderen voorwerpen meenemen of een foto meenemen van de spullen. Of bij het thema familie hebben ze gevraagd welke mensen of misschien ook dieren zijn het belangrijkst voor jou. En dan hebben ze een tekening gemaakt met zichzelf in het midden. De mensen die belangrijk zijn daar vlak naast. En de mensen die iets minder belangrijk, maar toch nog belangrijk zijn, weer iets verder weg. Die opdrachten gaan ze dit jaar nog verder uitbreiden. Maar ze gaan ook verbreden naar het team. Dus dat andere teamleden ook meegenomen worden in deze aanpak. En wat de achtergrond daarvan is. En het andere stukje is dat de aanpak gedeeld wordt. En ook al is afgelopen jaar in het themateam. Onder andere ook met de leerkrachten van de Admiraal de Ruyter School. En die zijn dit jaar de volgschool. Dus wat zij gaan doen is de aanpak van de Batavia school vertalen naar de context van hun eigen school en hun eigen leerlingen die geen nieuwkomers zijn. Zij gaan dan in die context deze aanpak ook verder toepassen. Wat ik mooi vind is dat zij zelf zeggen we zijn de volgschool, maar eigenlijk hebben ze vorig jaar al enorm veel gedaan aan juist professionalisering van het team, bijvoorbeeld door op een studiedag Monique Volman uit te nodigen voor het geven van een presentatie. En door een methodiek te ontwikkelen waarin ook in oude gesprekken meer aandacht komt voor kennisbronnen. Nou ja, we hebben helaas nog geen echte opbrengsten. Er is wel een vragenlijstmeting gedaan vorig jaar, maar door corona is er natuurlijk zijn de uitkomsten daarvan wat moeilijker te interpreteren. Dit jaar gaan we ook op zoek naar een methode waarin we, want bij nieuwkomers en bij de Admiraal de Ruyter School gaat het om jonge leerlingen. Kan je voorstellen dat het meten met een vragenlijst dan niet ideaal is. Dus we gaan ook op zoek naar een methode om in de klasse te observeren. Wat doet het met de motivatie en betrokkenheid van kinderen als ze bezig zijn met zulk soort opdrachten waarin juist specifiek gevraagd wordt naar hun kennisbronnen of hun funds of identity. Dan geef ik het nu door aan Inti. Ja, dankjewel Marianne. Ik zal je vertellen over het themateam leerkrachtverwachtingen, waarvan ik de onderzoeksbegeleider ben. Wij werken binnen dat themateam met drie scholen. De Kaleidoscoop van de Almere Scholengroep. De Brink van het schoolbestuur Zonova en Onze Wereld ook van het schoolbestuur Zonova. Beide uit Amsterdam-Zuidoost. En ja, het doel waar we in dit themateam aan werken is interventies ontwikkelen die bijdragen aan kansenongelijkheid. En daarbij richten wij ons specifiek op het stimuleren van het werken vanuit hoge leerkrachtverwachtingen.
een hoge verwachtingen. Hè? Enerzijds horen we wel dat in deze huidige prestatiemaatschappij het stellen van te hoge verwachtingen niet goed zou zijn. Het hebben van te hoge verwachtingen zou averechte gevolgen hebben en leiden tot stress en uitval. Echter, onderwijsonderzoek laat zien dat juist lage verwachtingen van leerlingen in het onderwijs een negatieve invloed kunnen hebben op leerlingen. En dan hebben we het onder andere over een negatieve invloed op prestatie. Maar daartussen zitten natuurlijk ook elementen als motivatie, welbevinden en zelfbeeld van leerlingen. En dit is het veel besproken of al langer bestaande idee van het Pygmalion-effect. Dus het fenomeen eigenlijk dat in het onderwijs kan worden geobserveerd dat leraren vaak onbewust verwachtingen hebben van bepaalde leerlingen. En met deze verwachtingen sturen wij als leerkrachten vaak onbedoelde prestaties van leerlingen. Hoge verwachtingen leiden dus juist tot betere prestaties. Maar ook in negatieve zin werkt die cirkel, lage verwachtingen zouden leiden via het zelfbeeld van leerlingen, wat ze zelf hebben, en dus het handelen van leerlingen, uiteindelijk leiden tot slechtere prestaties. Onderzoek heeft laten zien dat een leerling van wie we veel verwachten, uiteindelijk ook meer lesstof aangeboden krijgt, meer aandacht in de les krijgt, en onder andere ook bijvoorbeeld andere feedback krijgt in de les. En daardoor dus meer leert dan leerlingen van wie minder verwachtingen. Kortom, het hebben van hoge verwachtingen draagt eraan bij dat leerlingen meer en beter leren. En als het dan om gelijke kansen gaat, is het dus belangrijk om bij alle leerlingen in te zetten op uitdagingen. En niet te lage verwachtingen of lage verwachtingen, in te steken. En als we kijken naar onderwijsonderzoek en de verwachtingen van leerkrachten ten opzichte van leerlingen, dan blijkt ook dat er wel verschillen zijn in wat er van welke leerlingen verwacht wordt. Er worden, zo blijkt uit onderzoek, vaak verschillende verwachtingen gesteld, of met name lagere verwachtingen worden gesteld aan leerlingen die uit een gezin komen met een lagere opleidingsniveau van de ouders. En ook leerlingen met een migratieachtergrond. Dus een belangrijk onderwerp om aandacht aan te besteden als we het over kansengelijkheid in het onderwijs hebben. Als we het dan hebben over het werken vanuit hoge verwachtingen, waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoge verwachtingen, maar dus ook lage verwachtingen überhaupt, die worden eigenlijk onbewust en onbedoeld geuit op verschillende manieren. En Rosenthal, die heeft op basis van onderzoek beschreven dat de snellere ontwikkeling van leerlingen, als we hogere verwachtingen hebben, kunnen we eigenlijk toeschrijven aan vier factoren. Enerzijds noemt hij de warmtefactor. We hebben vaak een warmere interactie met leerlingen van wie we hogere verwachtingen hebben. Er is dan sprake van een goede relatie, waarbij zowel de leerling als de leerkracht zich veilig en prettig voelt. En dit is onder andere terug te zien bijvoorbeeld in het verbale, de verbale interactie, maar zeker ook wel de non-verbale communicatie tussen leerkracht en leerling. Een tweede factor die in onderzoek geïdentificeerd is de aanbodfactor. We bieden leerlingen van wie we hoge verwachtingen hebben vaak meer en ook meer uitdagende leerstof aan. Moeilijke leerstof wordt als uitdaging gezien en daarom juist aangeboden aan die leerlingen van wie we denken dat die dat wel aan zouden kunnen. En als derde factor wordt de reactiefactor genoemd. En leerlingen van wie we meer verwachten, dat we laten onderzoek zien, krijgen vaker de kans om te reageren op vragen in klassikale situaties. We geven ze vaker de beurt. En is ook bewezen door observatieonderzoek in klassen dat deze leerlingen van wie we hogere verwachtingen hebben, ook vaak langer aan het woord zijn dan andere leerlingen. En bovendien, als deze leerlingen een fout of onvolledig antwoord geven, dan helpen we
deze leerlingen vaak om tot een juiste formulering te komen. Door aanwijzingen te geven of stapsgewijs te werken naar het goede antwoord. Dit blijkt veel minder of niet het geval te zijn bij leerlingen van wie we juist lage verwachten. Nou, tot slot als vierde factor wordt de feedbackfactor geïnviteerd. Leerlingen die hoog worden ingevat door leerkrachten, die krijgen vaak andere feedback dan leerlingen die als minder sterk worden gezien. Waardoor juist deze leerlingen, die we de hoge verwachtingen hebben, extra gestimuleerd en weer uitgedaagd worden. Zo krijgen leerlingen van wie we hogere verwachtingen hebben vaak meer complimenten als we een goed antwoord geven. En bij een fout antwoord krijgen ze kwalitatief betere feedback dan de overige leerlingen. Eigenlijk aansluitend bij het vorige, die reactie had. Omdat wij ons dus niet altijd bewust zijn van die verwachtingen. En eigenlijk altijd, ja, bijna iedereen, bij de alle leerkrachten zullen werken vanuit het idee, ik wil iedereen tot zijn recht laten komen. Maar het blijkt dus toch dat uit onderzoek dat onbewust en onbedoeld we vaak toch van bepaalde leerlingen hogere verwachtingen hebben dan van anderen. Is het dus belangrijk om hier naar te kijken en hier bewust van te worden in eerste instantie. Van hé, van wie hebben we eigenlijk hoge verwachtingen, van wie hebben we dat niet en hoe vertaalt zich dit in onze gedrag? En dit is dan ook waar we ons op richten in het thema hoge leerkrachtverwachtingen. Ja, de centrale overkoepelende vraag waar we ons mee bezighouden is, wat is het effect van de interventies die we gaan doen op het welbevinden, de motivatie, geloof in eigen kunnen en uiteindelijk de prestaties van de leerlingen. Dus aansluitend op de onderzoeksvraag die we ook bij de andere themateams stellen. Uiteindelijk wat wij willen bereiken met de interventies waar we mee aan de slag gaan in dit themateam. Ten eerste willen we inzetten op het stimuleren van het bewustzijn van leerkrachten van het hebben van verwachtingen, hoge of lage verwachtingen van leerlingen. En dan vervolgens natuurlijk inzetten op gedragsverandering. Wat kunnen we doen, wat voor aanpakken kunnen we in de klas gebruiken om te zorgen dat we van alle leerlingen hogere verwachtingen hebben. Nou ja, we hopen natuurlijk dat werken met die interventies uiteindelijk terug te zien is in het welbevinden, motivatie, geloof in eigen kunnen en die prestatie van die leerlingen. En op die manier dus een bijdrage te leveren aan het vergroten van die kansengelijkheid in het onderwijs. Belangrijk is dus dat we dus inzetten op het stimuleren, de combinatie van het stimuleren van bewustzijn. En dat doen we in eerste instantie in het themateam. Als wij bij elkaar komen hè, met drie leerteamcoördinatoren van de drie scholen. Maar vervolgens nemen deze leerteamcoördinatoren hetgeen wij besproken hebben, literatuur die wij met elkaar gelezen hebben over hoge leerkrachten. Die nemen ze ook weer mee naar hun scholen. En zo hebben twee van de drie leerteamcoördinatoren, de voorlopers eigenlijk, hebben ook op hun scholen een studiemiddag van dit leerteamcoördinator. Die hebben hier ook een hele team mee. Nou, vervolgens gaan diezelfde leerteamcoördinatoren in de leerteams op hun scholen aan de slag met het vormgeven van aanpak. Van wat we nou daadwerkelijk gaan doen. En het blijkt dat uiteindelijk al door vrij simpele interventies de mogelijkheid is om weer vanuit hoge verwachtingen te gaan werken. En we hebben daarbij ons ook echt gebaseerd en we putten ook uit onderzoek wat al gedaan is op veel andere scholen. Zo bijvoorbeeld het onderzoek wat uitgevoerd is door Linda van den Berg van de Fontys Hogeschool en ook Edie Dennissen van Radboud Universiteit Nijmegen en het onderzoek van Christine Ruby Davis van de University of Auckland in Nieuw-Zeeland. Er zijn hele mooie onderzoeken gedaan naar hoe je op verschillende manieren eigenlijk kan inzetten op het werken vanuit hoge verwachtingen. Een van onze scholen gaat, daar wil ik kort op ingaan, gaat aan de slag met het inzetten van een growth mindset. En dus het juist tegengaan van het werken vanuit een fixed mindset.
in feedbackgedrag. Dit is de Kaleidoscoop uit Almere. Zij zijn momenteel bezig met het thema eigenaarschap van leerlingen. En wat wij natuurlijk willen met onze interventie, zoveel mogelijk aansluiten en inhaken wat er al gebeurt in de school. En wij zijn specifiek binnen dat thema van eigenaarschap aan het kijken hoe kunnen we in de klassikale situatie eigenaarschap van leerlingen bevorderen als het om het leren in het rekenonderwijs gaat. En zij zijn daarbij aan het experimenteren met het stellen van verschillende vragen aan leerlingen in de klassikale onderwijssituatie. En die hebben vanuit de theorie rondom hoge leerkrachtverwachtingen gedacht van hé, dan is het interessant om bijvoorbeeld aan dat vragenstel van de leerkracht te gaan kijken hoe de leerkracht vervolgens in de feedback op het beantwoorden van zo'n vraag, de feedback situaties in de klassikale situatie rondom rekenonderwijs, ofwel een growth mindset inzet uit dat de leerlingen kunnen leren en dat het vooral om het leren gaat. En niet zozeer of een antwoord goed of fout is. En daarbij leerlingen aanspreken op vaststaande eigenschappen, wat meer zou passen bij een fixed mindset. En hier voor deze interventie hebben we bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van een instrument wat ontwikkeld is door Naomi de Ruiter in haar NRO-onderzoeksproject Mindset Gedrag op School. Zij heeft een heel mooi observatie-instrument ontwikkeld, wat u ook hier in de slide ziet, waarin concrete voorbeelden gegeven worden van wat zijn nou uitspraken die passen bij een growth mindset als het om feedbackgedrag gaat. En aan de andere kant, wat zijn nou meer uitspraken die eerder zouden passen bij een fixed mindset van een leerkracht. Dus wat de collega's van de Kaleidoscoop gaan doen, zij zijn ten eerste, wat ik al zei, gestart met het hele team, de bewustwording van het belang van die hoge verwachtingen in het onderwijs. En wat zij nu concreet in het leerteam hebben gedaan, is ze zijn concreet naar hun eigen klassenlijst gaan kijken met alle namen van hun leerlingen en zijn even... Alle leerkrachten hebben voor zichzelf even stilgestaan bij, als ik nu gewoon zo even nadenk over rekenonderwijs, en dit zijn al mijn leerlingen, van wie heb ik dan eigenlijk de verwachting dat ze heel hoog gaan presteren in de komende periode? En van wie verwacht ik dat ze juist dat lager zullen gaan presteren in de komende periode? En vervolgens hebben ze videoopnames gemaakt in hun klas. En deze videoopnames gaan ze dus analyseren aan de hand van dit codeerschema wat we hier voortgeven. En aan de hand daarvan gaan ze vervolgens kijken natuurlijk van wat voor een vervolg aanpakken zouden we nog meer kunnen doen in de klas om die growth mindset te stimuleren, zowel bij zichzelf in de zin van hoge verwachtingen van alle leerkrachten, maar ook bij de leerlingen zelf. Dit was een korte illustratie van wat wij doen binnen het thema leerkrachtverwachtingen van de Kaleidoscoop. Een andere school, de Brink, is ook momenteel een interventie aan het ontwikkelen. Wellicht kunnen we daar straks nog iets over vertellen. En de andere school om de wereld is in ons project de Volgschool. Dus die is nu zich ook aan het verdiepen in de thematiek. En natuurlijk met brainstormen met z'n allen over de interventies die ontwikkeld worden op de Brink en Kaleidoscoop. En het idee is dat zij volgend jaar als volksschool eigenlijk gebruik gaan maken van de ervaringen die nu opgedaan worden op de Kaleidoscoop en de Brink. Wat we nu ook doen op Kaleidoscoop en de Brink, gaan wij in januari evalueren. En vanaf daar gaan we dus de aanpakken weer aanscherpen. Oké, dat was kort over het team leerkrachtverwachting. Dan geef ik nou het woord weer aan Lisa. Dankjewel, Inti. Dan zal ik nog kort ingaan op de opbrengsten van ons project. Nou, natuurlijk zijn we heel erg geïnteresseerd in de vraag, wat leveren al deze aanpakken die we met elkaar aan het ontwikkelen zijn nu op in het kader van die kansengelijkheid? Nou, dat laat nog heel even op zich wachten, want zoals jullie van Marianne en Inti gehoord hebben, zijn de scholen nu heel erg druk bezig om die aanpakken vorm te gaan geven in hun school. Dus we gaan die opbrengsten meten en hopen rond de zomer
de metingen te hebben afgerond. En daarna zullen dus ook de analyses en opbrengsten volgen. Maar wat we al wel zien, ook uit eerdere ervaringen binnen projecten binnen de werkplaats onderwijsonderzoek Amsterdam, is dat het ontzettend waardevol en inspirerend is om in een netwerk te participeren, waarin je dus als onderzoekers en leerkrachten met elkaar samenwerkt rondom thema's die je gewoon allebei ontzettend relevant en interessant vindt en waar je heel graag meer expertise in wilt ontwikkelen. Scholen weten als geen ander wat er speelt of de leerkrachten uit de scholen weten als geen ander wat er speelt in hun school, wat daar nodig is, wat daar mogelijk is, welke mogelijke aanpakken waardevol zijn. En onderzoekers hebben natuurlijk toegang tot de laatste wetenschappelijke inzichten, maar ook hebben zij de expertise om dan samen met scholen te gaan kijken, hoe kun je nou ook onderzoeken of het daadwerkelijk oplevert wat we graag zouden willen voor onze school. Dus we kunnen gezamenlijk praktijkgericht onderzoek doen naar relevante vragen voor zowel onderzoekers als scholen. En uiteindelijk daarmee ook de wetenschap verder helpen met inzichten in wat werkt nou in een specifieke context onder welke omstandigheden. Nou, het is al een paar keer in de presentatie naar voren gekomen dat we dus alle informatie, kennis, expertise die we met elkaar ontwikkelen binnen de werkplaats proberen te breder toegankelijk te maken via onze website. Dus de link naar de website van de WOA vind je op deze slide. Nou, dan zie je dus al die kennisclips, maar we hebben bijvoorbeeld ook de presentaties van de experts die wij binnen dit project hebben uitgenodigd, zullen daar opkomen. Dus ja, wil je meer weten over dit project, gelijke kansen over de andere projecten, dan kan je naar de website gaan. En jullie kunnen ook altijd informatie met een van ons opnemen als je nog wat meer specifiekere informatie bijvoorbeeld wilt over leerkrachtverwachtingen of die kennisbronnen of meer de opzet van het project in het algemeen. En dan willen we graag afsluiten met te zeggen dat we ernaar uitzien om jullie op 19 november echt te kunnen spreken en ook in interactie te gaan. Jullie vragen te beantwoorden die jullie eventueel hebben nog naar aanleiding van deze input van ons. En we zouden ook graag de vraag verkennen van welke mogelijkheden zie jij nou vanuit je eigen rol om kansengelijkheid te bevorderen. Dat was hem wat ons betreft. Dank jullie wel voor, voor het bijwonen van deze presentatie. En we zien jullie graag de 19e. Allereerst bedankt dames, ik heb het privilege om mee te luisteren met, bij jullie verhaal. Dus Yasin Hilali, leerkracht uit Amsterdam en heel erg bekommerd als het gaat om kansgelijkheid. Dus ik ben blij dat ik allereerst wat vragen mag stellen, zo meteen komen er nog wat vragen uit de chat. Maar ik zal beginnen eerst met de vraag die gelijk aan het eind eigenlijk. Wat zou nou in de toekomst het verschil zijn tussen leerlingen bij mij op school, waar ik natuurlijk niet deze interventies heb en niet dit project heb lopen, en leerlingen elders in Amsterdam? Welk verschil hopen jullie te zien? Dankjewel voor je vraag. We hopen heel veel te zien natuurlijk en dat we heel veel terug kunnen vinden op de scholen. In ieder geval, waar we heel erg op inzetten binnen ons samenwerkingsverband, is dat scholen die vraagstukken hebben en daar tegenaan lopen, dat die goed geïnformeerd worden door ons ook als onderzoekers van welke kennis, meest actuele kennis vanuit onderzoek hebben we nou rondom deze thematiek. Kun je dan vervolgens samen met de scholen ook vertalen naar je concrete praktijk? En dat is wel iets waar ik zelf heel blij van word binnen onze werkplaats. Want je hebt natuurlijk heel veel inzichten en er wordt heel veel gedeeld. Maar hoe je dat concreet kan inzetten in jouw eigen klas, in jouw eigen school, daar is nog best wel een vertaalslag voor nodig. En ja, dat zijn we nu in relatie tot kansengelijkheid aan het doen. En er wordt wereldwijd onderzoek naar gedaan. We hebben gelukkig al heel veel kennis. We hebben heel veel scholen die hiermee aan de slag zijn. Ja, en die krachten zeg maar bundelen, die expertise en samenbrengen. En hoe je dat concreet kan vormgeven. Om een verbeterslag te maken, ja, dat hoop ik heel erg te kunnen doen. Hopen wij heel erg te kunnen doen in deze werkplaats. Nou, een van de vragen in de chatbox was al van hoe krijg ik collega's mee? Daar zit ik zelf ook altijd mee als ik denk van, dit moeten we hoog op de agenda zetten. En inderdaad, we willen interventies doen. We willen eigenlijk die gedragsverandering
laten plaatsvinden, die ook al in een eerdere keynote te sprake kwam. Welke tips hebben jullie? Jullie hebben natuurlijk degenen die hebben meegedaan, geparticipeerd, die hadden die gedragsverandering. Welke ideeën heb je gehoord waarvan je denkt van oké, nou daar kun je misschien wel iets mee in je eigen team? Ja, ik vind zelf juist het leuke van de interventies in onze leerteams, dat ze best eenvoudig zijn. Dus het is helemaal, ik kan me niet zo goed voorstellen dat iedere leerkracht wil eigenlijk gewoon het beste voor zijn leerlingen, wil blije leerlingen in de klas, leerlingen die gemotiveerd zijn om te leren. Dus ik kan me niet anders voorstellen dan dat het juist wel leuk is om manieren uit te proberen waarmee je dat voor elkaar kan krijgen. En ik vind zelf in het leerteam Funds of Knowledge, Funds of Identity, dat wat je ervoor moet doen, is best wel klein. Het zijn best heel doemelijke interventies. En we zullen ze netjes onderzoeken en goed beschrijven op zo'n manier dat het ook voor andere dingen zijn die je snel en bij de hand hebt en goed kan toepassen. En dat is ook waarom het in de werkplaats zo in elkaar zit, dat we met meerdere scholen in één leerteam zitten, zodat je een interventie in verschillende contexten kan uitproberen en meerdere manieren en meerdere ingangen hebt. Dus ik hoop dat we straks over een jaar of anderhalf ook met zo'n praktijkboek kunnen komen als wat Judith het Gilde en Monique Volman nu hebben gemaakt, met nog meer voorbeelden over wat je echt zelf, hoe je het concreet kan maken. Ja, ik krijg ook altijd de vraag van waar haalt dat de tijd vandaan? En dat is zoiets wat altijd aan terugkomt. Hoe zijn de plannen om dat efficiënt in te leggen? Gaat het ten koste vaak van iets anders op school? Of is het iets wat we moeten veranderen en waar we toch weer uiteindelijk meer voordeel uit kunnen halen? Zijn daar ideeën over als het gaat om de praktische invulling, zeg maar, zonder dat het misschien ten koste gaat? Zoals vooral nu in coronatijd, dat we natuurlijk ook al hartstikke hard proberen achterstanden in te halen. Op welke manier denken jullie dat we hiermee aan de slag kunnen, zeg maar, in de onderwijstijd die we hebben? Wat we zien op de scholen die nu meedoen aan het project, dat ze het ook binnen de professionaliseringsruimte doen. Hè? Dus leraren die hebben ook staan ook uren voor om zich te professionaliseren. Nu is het wel zo dat bij ons project er ook facilitering is om mensen naar de UvA te kunnen laten komen, om daar met de onderzoekers samen te zitten. Maar we houden het inderdaad, zoals Marianne zegt, we houden het redelijk klein en zo pragmatisch mogelijk van wat is haalbaar inderdaad om te gaan doen in je klas. Daar zijn we wel heel erg bewust mee bezig. En er komt ook iedere keer één leerkracht vanuit een school naar de UvA, een aantal bijeenkomsten. Op dit moment is dat nog allemaal online. Dus daarin zit een beperking van de tijd. En het is heel erg dicht op de praktijk. Dus wat zij al doen op scholen, daar is het eigenlijk een versterking van of wat de leerkrachten heel graag willen doen. Dus het ligt heel dicht bij waar ze eigenlijk al mee bezig zijn. En dat verder versterken. Wat je dan ziet is dat leerkrachten die willen ook hun onderwijs verbeteren. En die willen zichzelf verbeteren. En daar zit dan zo aan. Dus het is niet zoiets dat wij zeggen van hey, dit is een aanpak, ga dat eens doen. Maar zij waren al in die stand eigenlijk. Ja, een van de mooie dingen die jullie noemen vond ik vooral het leefbaanprincipe. Dus dat je eigenlijk nieuwe kennis plakt als het ware aan bestaande woorden. We hebben het opleiding Nederlands gedaan, hadden dat heel erg bij NT2-studenten, dat we dat gebruikten. Maar eigenlijk zag ik en gebruikte ik het zelf niet in mijn normale lessen Nederlands met de doelgroep. Maar volgens mij, als ik het zo goed begrijp, is dat juist ook een principe wat je kan toepassen bij leerlingen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben. Maar dat dat misschien nog niet zo erg bekend is. Dat idee heb ik, want ik heb het niet geleerd op de leraaropleiding. Om dat eigenlijk bij elkaar te zetten in plaats van los van elkaar te zien. Wat bedoel je? Wat aan elkaar te plakken? Maar ik heb heel erg geleerd, als ik met NT2-leerlingen werk, het leefbaanprincipe te gebruiken, maar niet zo snel eigenlijk met de leerlingen die in regulier onderwijs zitten, die ook een taalachterstand hebben. Dat misschien te weinig ook in de context van hun eigen leeromgeving eigenlijk de woorden of de kennis die nieuw is, dat gaat vastmaken aan hun leven. Ik heb het gevoel dat dat nog te weinig gebeurt. Ik denk dat jullie dat ook hebben gemerkt. Ja, dat past heel goed bij dat Funds of Knowledge, Funds of Identity verhaal natuurlijk, van ook wat Monique Volman
daar net al het een en ander over vertelde. Je kan ontzettend veel leren door, en dat is precies dezelfde kennis als je anders zou aanbrengen, maar dan wel via de weg van wat is het wat de kinderen zelf interesseert. En als je op die manier start, begin je met een ander uitgangspunt. Je werd wel even kort verwezen naar de website. Ja. Aansluiten met een leuke tip, misschien een tipje van de sluier. Wat zijn nou echt krachtige kennisbronnen, waarvan wij misschien niet weten dat ze er zijn, maar waar ze eigenlijk voor het oprapen liggen en dat we zeggen van, nou daar moet je echt gaan kijken, want we hebben bijvoorbeeld dit gezien of dat gehoord en dat was echt een mooi voorbeeld. Dat zou ik nog wel willen weten, alsjeblieft. Dat is ook nog wel een goede vraag straks voor Judith het Gilde, omdat zij een project heeft gedaan wat daar nog veel meer op gericht was. Maar op de website van de werkplaats kan je in ieder geval ook een heel mooi filmpje vinden over hoe één van de leerkrachten, of twee misschien zelfs wel, echt praktijkvoorbeelden vinden van hoe er gewerkt is met die kennisbronnen van leerlingen. En daar zie je dat een meisje wat eigenlijk, ik denk dat filmpje is, meisje dat eigenlijk enorm verlegen is, maar blijkt enorm goed te kunnen raps te kunnen maken. En uiteindelijk krijgt zij een rol in het ontwerpen van de musical voor groep 8. En dat is heel inspirerend in elk geval om te zien wat je kan met als kinderen geïnspireerd zijn. Die kinderen hebben zelf een musical gemaakt naar aanleiding van iets wat hun ontzettend boeide. En dat was over Martin Luther King. Een film die ze hadden gezien. En daarop hebben zij vervolgens hun hele groep 8 musical weten te baseren. Dus dat is fantastisch. En dat zijn wel inspirerende voorbeelden. Ja, ook echt het etaleren van talent inderdaad. Hebben jullie vragen in de chatbox gezien? We hebben nog een moeilijke vraag gezien omdat Inti er niet bij is. Okay. Maar Lisa heeft er wel kan je ook de hoge verwachtingen hebben van leerlingen en waardoor eigenlijk je juist ze remt in hun ontwikkeling? Ja, en Inti vertelde dat tijdens haar presentatie, dat er tegenwoordig dat ook heel veel leerkrachten te hoge verwachtingen hebben van kinderen, ouders. Maar als je als leerkracht de hoge verwachtingen van kinderen hebt, dan werkt dat eigenlijk ook averechts. Hoe kun je nou altijd aan zo'n hele hoge, zo'n torenhoge verwachting voldoen? Daar kan je ook heel erg onzeker van worden. Dat benoemde zij en dan is de vraag, zou het misschien kunnen zijn dat hoge verwachtingen tot een bepaald punt positief werken, maar daarna ook negatieve effecten kunnen hebben? Ja, en daarbij is eigenlijk ons antwoord, zoals wij nu kunnen geven, het gaat om realistische verwachtingen. He, dus als die verwachtingen niet meer realistisch zijn, dan werkt het juist remmend voor de ontwikkeling van kinderen. Zolang ze realistisch zijn, dan is het ook haalbaar voor kinderen om daar te komen. Dus dat zou ons antwoord daarop zijn. Maar er stond ook, kijk hoor in de chat, of wij een bron hadden, hè? En die heb ik zo 1, 2, 3 niet bij de hand. Maar die kunnen we opvragen. Volgens mij, daar kunnen we naar op zoek. Nou, dan moet ik toch zeggen als leraar dat ik jullie verhaal echt duidelijk vond. En ik ben zeer, zeer benieuwd naar wat ik kan vinden natuurlijk in de bronnen die jullie hebben. Naar het volgende verhaal. Maar de situatie die u zegt was duidelijk. En ook wel laagdrempelig moet ik zeggen. Dus ik voorzie geen probleem als ik naar mijn collega's schets, vooral op de manier waarop jullie portretteren zijn, waarop jullie het onderzocht hebben en hoe jullie de informatie hebben gedeeld. Dus ook even met een compliment afsluiten dan. Dankjewel. En heel veel succes met het vervolg van het onderzoek. Ik hoop dat het snel, ondanks alle maatregelen, verder kan gaan. Dat is een ontzettend belangrijk onderwerp waarover denk ik bijna veel meer moeten en willen weten. Ja, en de volgende keer nemen we heel graag ook juist de leerkrachten uit de leerteams mee. Maar dat was nu niet allemaal mogelijk. Dus, dat komt vast goed. Dat komt, ja. Goed, dankjewel dames en fijne avond. Hetzelfde, succes. Dankjewel. Ja.